Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Welkom deze boodschap shoplog. It has been a hot minute sinds dat ik een video heb gepost. Het was 3 weken met de kinderen. We hebben echt super veel leuke dingen gedaan. We zijn bezig met kano varen. We zijn in de bioscoop geweest. We zijn bezig zwemmen. We zijn bezig suppen. Noem het maar op. En daarna heb ik eigenlijk 3, bijna 4 weken lang mij helemaal uit de hand gewerkt. Want toen waren ze bij mijn vader. Dus ik heb heel veel gewerkt, maar in mijn vrije tijd dus ook onkruid gewiet. Dus heel de tuin van de kappers gehoopt. Ik heb de trap geschilderd. Noem maar op. Ja, om van dat soort klusjes in huis waar je eigenlijk niet naartoe komt. Dus niet heel erg gefocust op het maken van video's. En ik vind het toch wel heel erg leuk. Dus ik wil het gewoon een beetje oppakken. Lastig om de boodschappen op blogs te blijven doen, omdat ik eigenlijk nu 2 keer in de week boodschappen ga doen. Dus niet meer 1 hele grote haal heb, maar eigenlijk maar een halfje. Wat eigenlijk voor mijn 3, 4 dagen is. Maar ik vind het wel leuk om te zien wat ik nog steeds eet. Zeker nu best wel goed eet bij de auto's. Bijna 8 kilo. Ongeveer 4 kilo per maand. Ongeveer 2 maanden sinds de laatste keer. Toen ik een video heb gepost ongeveer. Dus het gaat hartstikke goed. Dat is wat weten. Ik weet niet wat worden. Dat is wat weten. Dus het gaat hartstikke goed. Daar ben ik ook echt super goed mee bezig. Ik ga deze week beginnen. Het is nu maandag. Voor mij. De 7e week van sporten. Dus 4 keer in de week van sporten. Dus ook dat gaat helemaal goed. Ik zit nu echt in een flow. Dus ik hoop dat ik het bij kan pakken. En jullie kan laten zien hoe ik het allemaal aanpak. Zeker met de kinderen. Want het is nu ook echt wel weer super druk. Nu de school weer begonnen is. En alle activiteiten enzovoorts. Maar ik ga je gewoon weer meenemen. Vandaag is een boodschappenshoplog. Het is dus maandag en ik heb boodschappen gehaald tot en met eerst vrijdag tot half vrijdag. En dan haal ik vrijdag meestal voor het weekend, want dan ben ik weer alleen. En dan kan ik gewoon even kijken hoe het loopt. En dan haal ik maandag dit zo. Ja, schappen voor de rest van de week tot de kinderen terugkomen. Zo doe ik het weer iedere keer. Ook omdat mijn koelkast natuurlijk niet heel erg groot is. Dus. En dan kan ik ook gewoon wat bewuster, zeker met vers voeding en zo. Dat is gewoon echt lekker vers. Nou, een lange intro om te vertellen dat ik weer ga beginnen met in ieder geval dat soort dingen te filmen. Ik ben vanavond aan de Jumbo geweest. Het was €60,30 of zoiets om erbij. Zoiets. En daar ging een paar beetje statiegeld van af. Dus het is niet helemaal waar. Plus er zitten ook wel dingen bij die niet iedereen hoeft te kopen als je een huishouden moet voorzien van eten en drinken. Maar we gaan gewoon beginnen met de boodschappen. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video om een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dat valt ook echt wel mee. Ik post allemaal dit keer op mijn keukenbarretje. Ik wil even van hier beginnen. Ik eet natuurlijk best wel wat salades. Ik heb nu maar 1 zakje sla, want ik heb nog wat sla liggen. En deze was maar tot 12,90 goed en het is nu al 9,90 toch? Ja. Dus dat is niet heel erg lang. En ik vind dat het allemaal niet zo heel erg lang vers blijft. Het kan te maken met tussen de weer, I don't know. Maar goed, dus salades. Brug van tegenwoordig met snackwoordjes, daar heb ik een zakje van. Kip dan in mijn salade, komkommertjes daarvoor. Dan eten we een keertje shawarma, dus een shawarma met pita broodjes en ijsbergsla en komkommer. Ik eet waarschijnlijk alleen maar met de ijsbergsla en de komkommer. En dan misschien wat tomaatjes, die heb ik nog liggen. Ik heb meer sla liggen en misschien dat ik nog extra sla haal. We hebben een keertje dat we gewoon letterlijk een hele kipfilet gaan eten met spersiebonen en aardappeltjes. Aardappeltjes heb ik nog in de vriezer liggen van die aardappelpakketjes en gebakken aardappeltjes. Dus dat gaan we dan ook eten. Een beetje mijn vriezer weer een beetje op orde maken. En dit doe ik gewoon kruiden en dan 10 minuten tot een kwartiertje in de airfryer. En dan hebben we allemaal zo'n kipfilet. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat niet helemaal op. Ik eet wel een hele kipfilet met de kinderen. Misschien dat Logan dan 1,5 eet en dat Brooke 1,5 eet. Zo is gaat het waarschijnlijk worden. En vanavond eten we dan macaroni. We hebben vanavond een beetje een gekke avond. Want Brooke moet 16:45 turnen. En die is dan om 18:00 klaar. En Logan moet 19:45 bij de voetbal zijn. En dat is ongeveer 1,5 uur rijden. Want dan zijn ze thuis. Dus dat is een logistiek issue. Dus ik ga dat straks gewoon wel lekker maken. En dan kunnen we het gewoon opwarmen. Een beetje graspe kaas natuurlijk erbij. Macaroni en spaghetti groenten. En dan wordt mag nu even een kant-en-klaar pasta sausje. Dus dan zijn we eigenlijk tot en met donderdag gezien. Wat we precies op donderdag gaan eten, dat weet ik dan nog niet. Als het dus komt, mijn vader met zijn vrouw hier oppassen. Want ik moet om 6 uur naar een BLS training. Basic Life Support training van de GGD. Want dan ga ik vanaf volgende week weer beginnen op de vaccinatiestaten. Dus super excited voor dat. Maar daar moeten we even kijken, want hun
ja, we gaan dus iets kopen. Of wat we het meenemen, of ik het meeneem, weet ik nog niet. Maar we hebben het niet helemaal over uit. Dus dat komt nog. Maar in ieder geval, dan heb ik in ieder geval tot en met donderdag zou het dan in ieder geval voor nu klaar zijn. Dan hebben we natuurlijk ook nog wat fruit, ook voor mij naar school. De lage mandarijnen. Ik weet niet of het jou lekker zijn, maar ik dacht, dan nemen ze mee. Brock de request was peren en Logan's request was banaan. Voor Genie heb ik eventjes een zak met kattenbrokken. Zij heeft gewoon zijn automatic feeder. En toen ik daar van het weekend in de buurt was, keek ik even. Dacht ik, oh, dat einde komt langzaam in zicht. Dus dat kunnen we dan weer aanvullen. Nou, afwasmiddag tot wel op. Koekjes voor naar school. Ik doe maar gewone koekjes. Want al die voorverpakte zijn ook best wel wat duurder aan het worden. En ik maak niet zelf uit, want ik doe ze toch uit in verpakking in het rommeltje. Dan heb ik wat thee. Omdat ik een thee van thee kon heel erg lekker s'avonds op de bank. Dus deze is dan de ginger honey infusion van Pickwick. Klinkt gewoon lekker. Ik doe natuurlijk nog steeds mijn ijskoffie proteïne shake in de ochtend. Maar soms is het lekker om iets meer body aan te geven. Dus heb ik wat havermelk voor in de koffie. Pakjes drinken voor naar school gebruiken we eigenlijk niet zo heel veel. Vooral water als ze meenemen. Maar dat is wel eens leuk voor de afwisseling. Deze, want Logan zit in groep 8. In groep 8 hebben ze op vrijdag altijd noedeldag. En dan krijgen ze heet water op school. Dus ik dacht, nou, deze even proberen. Ik heb gewoon zo'n sixpack met kip liggen. En hij heeft vorige keer ook een spicy op. Maar nou ja, dat kan ik deze ook even proberen als hij het lekker vindt. Dan hebben we Roos Vizé Pruimen. If you know, you know. Af en toe is dat wel eens goed. En de Cola Zero No Caffeine voor mij. En dat was het allemaal weer. Als je dan ernaar kijkt, denk ik echt, is dit 60 euro? Maar apparently zo. Ja, dat zie ik natuurlijk ook wel. Dit is echt gewoon bijna gelijk CE. Dit is gewoon bijna 7 euro. Huppatee. En dit trouwens ook. Kips ook wel zicht. Dus dat tikt wel hard aan. Maar anyhow, we kunnen voorlopig weer even vooruit. Dat ik van het weekend ook al een aantal boodschappen gehad. Dus we hebben ook, hè, snackjes heb ik nog. En ik heb nog tomaten. En ik heb nog sla. En nog eieren en dat soort dingen. Dus ik had dat allemaal niet zo heel erg nodig. Maar daarom vind ik het ook lastig van, wat ga ik dan met de boodschappen shopjes doen? Willen jullie dan gewoon af en toe een kleine haul zien? Of zeg je van, nou, probeer ze aan elkaar te doen? Of what are we gonna do with this? Because I don't know. Ja, ik vind het een beetje lastig. Want ik denk, ja, ik laat niet heel erg veel zien. Maar tegelijkertijd toch ook weer wel of zo. Nou, dat was in ieder geval voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, geef jullie dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei.